is leuk! Ja, hier is dus een vlieg. Ik zal je uitleggen waarom. Meneer, frambozen die worden daar binnengebracht. Die frambozen worden in dit gedeelte. Daar gaan we de siroop van maken. Ja. De siroop die vertransporteren we naar het tweede deel. Ja. Soms durft dat wel eens fout gaan. De mensen nemen hun voorzorg als ze eronder dood moeten. Een paar in het tweede gedeelte, ja. daar gaan we die siroop mengen met veel suiker en Arabische vorm. Dat gieten we dan in de vorm. En die vorm gaat voor een week in een kamer aan 55 graden. Dus de buitenkant begint te versuikeren, de binnenkant blijft zacht. En als de productie goed is, dan is er een cuberdo onderweg. En dat is een cuberdo. En je mag hem proeven. Dankjewel. Uh-oh. En neem je de helft. Ja? Heb je het probleem? De buitenkant verzuikert. Ja. Maar dat stopt niet. Na 3-4 weken is die volledig verzuikerd. En is die steenhard kunnen niet meer eten. Dat is de reden waarom je die in buitenland vindt. Je kunt dat niet op transport zetten. En maken ze uit. Thank you.
Andere trein ook een keer rijden? Of vind je dat niet? Die railbus. Ik hoop dat we een hele rij van de tijd heel erg aan de buurt. Maar bijna niet bij, om dat te zien. Ja, dat kan wel. Twee, hè? Ja. Ja, we doen maar een keer erachter. Klein die we aanmaken, want als het tegenvalt en je hebt een baan van 2 meter op de grond, dan ben je dus 2 meter op de grond. Hij slaat zo op. Yeah.
Zo. Thank you.
dit is natuurlijk niet belachelijk. Genomen van ons banen dus. Ik heb het niet. 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 Ik heb het niet.